Bijvoorbeeld, als jullie... Haal het me. This is your captain speaking en welkom bij een nieuwe Paper Planes. Ik wil het vandaag gaan hebben over mijn hamster. En ik zie hem al tevoorschijn komen. Laat ik hem aan jullie ook even zien. Dit is Halt. En als sommigen van jullie mij op Instagram volgen, of de fanclub op Instagram volgen, en een aantal van mijn video's zien, dan zie je hem wel eens voorbij komen. Zal ik hem er even uithalen? Ja, hallo! Wat ga je doen? Kom. Ja, kom. Dit is dus Halt. Halt, blijf zitten. Halt is een Russische dwerghamster. Een wildkleur. Dus hè, hij heeft de kleur die hij ook in het wild heeft. Ik heb hem ooit gekocht op Marktplaats. Als een klein babyhamstertje. Samen met een van zijn broertjes, Crowley. Met het idee dat ze wel gezellig samen konden wonen. Meestal gaat dat wel met dieren als je uit hetzelfde nest haalt dat het nog wel eens goed wil gaan. Hamsters zijn solitaire dieren, wat betekent dat ze alleen leven. En dat bleek dus ook met Halt en Crowley. Halt, blijf zitten. Want Halt en Crowley, die vochten elkaar de tent uit. Lief gezegd. Dus die moesten uit elkaar. En Crowley zit inmiddels bij Robin. Dus Crowley is van Robin. En Halt woont bij mij. Je bent mijn vingers aan het aflikken. Wil je even normaal doen? Halt is de kleinste van de twee. Van tussen Crowley en Halt. En dus wildkleur. In tegenstelling tot Crowley die helemaal wit is. Nou ja, behalve de streep op zijn rug dan. Want het is geen albino. De reden dat ik ze Halt en Crowley heb genoemd. Hallo, mijn nagels horen er nog wel op te blijven, hè? Auw, doe normaal. Zo, ga zo maar voor de camera staan. De reden dat ik ze Halt en Crowley heb genoemd is eigenlijk simpelweg omdat ik fan ben van de grijze jager. Ja, de Grijze Jager serie. En ik wou ze in eerste instantie Halt en Will gaan noemen. Waarbij hij Will werd genoemd omdat Will de kleinste was van de twee. Alleen de plunderbende die riep eigenlijk dat ze Halt en Crowley eigenlijk beter vonden. En dus heb ik hem Crowley genoemd, Halt genoemd, dan moet ik het goed zeggen. Heb ik hem Halt genoemd en heb ik de andere, heb ik Crowley genoemd. Gewoon om het feit dat Halt de kleinste is. En omdat hij toch wel hè, het peperkleurig, zout en peperkleurig huidje heeft. Lijkt dit. Wat kan ik verder nog over hem vertellen? Doe even normaal, wil je? Hij wordt een beetje actief vandaag. Het is vrij laat. En hamsters zijn ook wel bekend als schemerdieren, nachtdieren die 's avonds pas actief worden. En 's ochtends overdag eigenlijk liggen te slapen. Wat bij hen dus ook het geval is. Dat als ik 's avonds of 's middags hierboven op mijn kamer kom, waar hij dus staat, dan komt hij ook pas echt tevoorschijn. Als ik dit 's ochtends ga doen, dan heeft hij er geen zin in en blijft hij gewoon de hele dag liggen. Het is wel echt zo dat als ik binnenkom, hij ook echt al door heeft dat ik er ben. En dat hij ook wel komt kijken van, hey, hallo, wat kom je doen? Wie ben jij? Nou, herkent hij me meestal, denk ik wel. Maar dat hij inderdaad gewoon gaat kijken van, hey, hallo, krijg ik nog wat van je? Want ik geef hem natuurlijk ook wel snoepjes als ik dat leuk vindt. Ik geef hem niet heel veel. Want anders wordt het dan een heel dikke hamster. Ik geef hem
meelwormen, gedroogde meelwormen. Want hamsters zijn omnivoren. Wat betekent dat ze zowel plant eten, of vooral zaden eigenlijk, maar ook kleine insecten, wormpjes, beestjes, dingetjes, vlees in principe. Waaronder dus ook meelwormen. Dus ik zal... dat is een leuk beeld. Ik zal even iets voor hem pakken. Ik heb Halt nu hier neergezet. In principe kan hij wel hier blijven staan. En dit is de doos die ik altijd gebruik voor al zijn spulletjes. Met zijn reismandje. Twee oude loopratjes, zeg maar. Die heb ik uitgehaald, want die... hij is 's nachts natuurlijk actief en dan gaat hij in die dingen lopen. En ik probeer 's nachts te slapen. Dus dat komt niet altijd goed uit. Ik heb wat schelpenzand, want dat vindt hij fantastisch om in te rollen, in te baden eigenlijk. Zijn hamstervoer. En hier tussen staat het kleine bakje vol met meelwormen. Hij zat eerst helemaal tot de rand toe vol. Daar is al een heel deel uit, dus dat... zegt wel hoe lang ik hem al heb. Ik geef hem eigenlijk één keer in de week, zeg 5 meelwormen of zo. Die verspreid ik dan door zijn hele verblijf heen. Oh, focus. Die verspreid ik dan door zijn hele verblijf heen. En dan heeft hij iets te doen om te gaan zoeken. Nou is de vraag of ik dit met één hand los kan krijgen. Hey, was je er ook weer? Dit vindt hij echt fantastisch hoor, om te hebben. En dat smikkelt hij dan in één keer op. Of tenminste, smikkelen. Ik ga ervan uit dat hij het gelijk in zijn wangzakken stopt. Hallo, doe of normaal. Even de camera onderzoeken. Ik denk dat hij het gewoon in zijn wangzakken stopt. Want dat doen hamsters meestal. Die gaan hamsteren. En dan een hele voorraad aanleggen voor tijden dat het slechter is. En dan kan hij het wel mooi weer gebruiken. Hij blijft hangen, hè. Nou, doei. Daar gaat hij weer. Ik heb hier ook een hamsterbal naast liggen. Halt in de tussentijd gewoon op zoek naar andere dingen. Terwijl dat ding niet wil focussen. Maar goed. Daar. Dit is een hamsterbal. Uiteraard. Die gebruik ik als ik hem rond wil laten lopen. Als ik daar een keer zin in heb en als ik daarbij ben. Maar ook als ik zijn hamsterkooi aan het schoonmaken ben. Dan stop ik hem in die hamsterbal en leg ik die in de kamer van mijn broertje dat hier naast zit. Want als ik die bij mij hier op de grond neer zou lopen, is de kans groot dat ik hier vol over hem heen zal vallen. Mijn kamer is nu helemaal niet zo groot. Dus ik stop hem lekker in een andere kamer waar hij vrij kan rondlopen, waar hij alle plek heeft, alle tijd heeft. En dan gooi ik er ook meestal een leuk kaartje voor de deur, zodat iedereen weet dat hij daar zit. Die heb ik ooit gemaakt om aan iedereen te laten zien dat mijn hamster bij mijn broertje in de kooi zit. In de kamer zit. Wat zit er verder nog in die kooi? Dit is een hamsterbadje. Zal ik het deurtje even open doen? Dat is misschien makkelijker. Dit is een hamsterbadje. Waar dus al het zand in, al het schelpenzand in zit. En een beetje zaagsel. Want dat trapt hij natuurlijk zelf gewoon in. Dit is zijn huisje met wat wc-papier dat hij als vulling kan gebruiken. En hiervoor liggen wat ooit 3 wc-rollen waren. En die heeft hij helemaal aan gort gebeten. Wat hij dus ook deels als vulling in zijn huis gebruikt. Dan hebben we nog een bovenverdieping. Dat is in verbinding met een buizenstelsel die daar helemaal achter doorloopt en dan hier om buitenom en hier uitkomt.
Maar meestal gebruikt hij gewoon de tralies en klimt hij zo omhoog en komt hij dan al hier terecht. Hierboven is zijn voerbakje, of voerbak moet ik eigenlijk zeggen. Die bak is 2 keer zo groot als Halt zelf. Ik vul hem eigenlijk ook gewoon, wat zal het zijn, 2 handjes of zo. En daar moet hij het maar mee doen. Voor de time being. Meestal doet hij daar 1 week of zo mee. Want ik zorg dat hij wel alles opeet wat hij moet opeten. Want het is een mixvoer dat hij van mij krijgt. Wat betekent dat er heel veel verschillende dingen in zitten. Zaden. Wat zit er allemaal in? Zonnebloempitten. Af en toe een pinda of een gedroogd banaantje. En dat zijn allemaal lekkernijen natuurlijk. En als het aan hem ligt of als het aan elke hamster ligt, dan pikken ze het lekkerste eruit en laten de rest liggen. Dus als je het elke dag zou aanvullen. Halt, probeert hier de deksel even kapot te bijten. Als je het elke dag zou aanvullen, zal hij elke dag voor het lekkerste gaan. En zal hij de rest laten liggen. Dus dat is een vergelijking als je een mens bent. Als je elke dag de keuze hebt tot snoep, laat je al het gezonde laat je liggen. En wat natuurlijk super lekker is, is het niet gezond. Dus daarom laat ik het gewoon aan hem over. Laat ik dit gewoon voor 1 week staan tot de bak eigenlijk zo goed als nu bijna leeg is, dus ik moet hem eigenlijk wel weer bijvullen. En moet hij eigenlijk gewoon opeten wat de pot schaft. Verder hebben we nog een waterfles. Die verschoon ik bijna elke dag, zeg om de dag of zo. Zodat hij vers water krijgt. Want dat is natuurlijk ook belangrijk. Halt gaat er weer vandoor. Halt, wat doe je? Waar zit je? Hey! Zit je daar? Kom hier. Woep. Je bent zo makkelijk, hè, als ik dit doe. Zo, Halt er weer bij. Ja, zit je goed? Vul bij mij op de schouder. Dat wil ook nog wel eens lukken, hè? Hallo. Blijf zitten. Nou, dit is eigenlijk wat ik jullie wilde vertellen over Halt. Wat ik zo in gedachten had. Wat ik jullie wilde vertellen over Halt. Als jullie nog vragen hebben of dingen meer willen weten, dan kan ik er misschien nog een andere video over maken. Maar dan moet je ze gewoon maar achterlaten in de comments. Dan zal ik er nog wel kijken of ik daar een video van kan maken. Of ik ze gewoon beantwoord in de comments. Dat zie ik dan ook wel weer. Voor nu wil ik nog zeggen. Laat vooral een duimpje achter als je de video leuk vond. Abonneer als je voor meerdere video's wil kijken. Bijvoorbeeld als jullie... Halt peet me. Als jullie meer willen weten over Crowley. En dan hoef ik nog maar 1 ding te zeggen. Tot de volgende keer.